Hardhout is een veelgevraagd product binnen de bouwsector. De voorkeur gaat daarbij natuurlijk uit naar tropisch hardhout vanwege zijn duurzame eigenschappen. Dit gaat niet altijd ten behoeve van het behoud van de natuur. Hoe kun je nou deze eigenschappen toch krijgen in hout gewonnen uit beheerde bossen? Axis Technologies heeft hier de oplossing voor. Hans Pauli gaat ons hier alles over vertellen. Hardhout wordt in de bouw graag gebruikt omdat het sterk is, stevig, het rot niet zo snel. Dat zijn de belangrijke voordelen van het gebruik van hardhout. Daarnaast heeft het ook een relatief goede isolatiewaarde, beter dan bijvoorbeeld aluminium of PVC. Nou, het isoleren van een woning is natuurlijk belangrijk. De kwaliteit wordt aangegeven in diverse gradaties, van 1 tot 5. 1 is het meest duurzame hout, wat het langste mee kan. En 5 gaat het minste lange mee. En een van de houtsoorten die heel lang meegaat is bijvoorbeeld teakhout. Wat je heel vaak ziet op scheepsdekken, wat natuurlijk heel veel te lijden heeft en altijd buiten is. Het nadeel van tropisch hardhout is dat je het uit de regenwouden haalt. Dus die worden steeds minder. Het effect wat we daarvan zien op de natuur, ik denk dat dat wel algemeen bekend is. Dus dat willen we, dat moet je heel graag voorkomen natuurlijk. Daar moet je een vervanger voor zoeken. Nou, wat je daarmee voor zou kunnen doen is vervangende houtsoorten die je met een modificatie eigenlijk alle eigenschappen kunt geven van hardhout. Maar wel houtsoorten die dan in een plantage worden verbouwd. Dat kun je dan gebruiken als vervanging voor het tropische hardhout. Dit hout wordt bewerkt eigenlijk op een heel eenvoudige methode. Stopt het in een heel groot bad, eigenlijk in een autoclaaf onder hoge druk en temperatuur. Stop je dat erin, daar breng je dan azijnzuur anhydride bij, daar dompel je het in. Dat geeft een chemische reactie waarbij de hydroxylmoleculen in het hout vervangen worden door acetylmoleculen. En dat is juist het grote verschil tussen zacht hout en hard hout. Door het acetyleren van het hout breng je het op naar die hoge duurzaamheidsklasse, duurzaamheidsklasse 1, dus wat ik net zei, teak. Het azijnzuur wat je gebruikt, dat valt uiteindelijk uiteen. Een gedeelte daarvan wordt een azijnzuur in feite. Een groot voordeel van het hout wat niet meer krimpt en zwelt, is dat je het veel minder vaak hoeft te schilderen. De verf blijft er gewoon veel beter op zitten. En waar je vaak ziet dat ook hardhoutsoorten elke 3-4 jaar moeten worden geschilderd, zijn andere houtsoorten die dus verduurzaamd zijn, zoals Akoya. Die gaan tot 10-15 jaar mee. Eigenlijk alle toepassingen waar je gewoon hout voor kunt gebruiken, gewoon hardhout voor kunt gebruiken, kun je dit hout, dit Akoya ook gewoon voor gebruiken. Waar we ook mee bezig zijn is een soort MDF-platen, wat in feite dezelfde eigenschappen heeft als hardhout, in de vorm van dat het ook niet meer krimpt en zwelt, dat je het ook buiten kunt toepassen. Dat is een hele totale andere toepassing voor MDF die niet past bij het normale MDF, maar Tricoya wel kan.